Dag meneer Lemas. Ja. Alvast bedankt voor dit interview, nu al. Ja. Je komt hier vanavond spreken in dit auditorium van het 1302 Museum. In het kader van een lezing, samenwerking met VormingPlus en de bibliotheek, over migratie in de stad. Dat is eigenlijk een goede timing, zou ik zeggen, want onlangs hebben ze in de stad Kortrijk de zogenaamde zero-tolerance ingevoerd. Ze patrouilleren ook met de politiekorpsen in bepaalde buurten waar dat er toch veel allochtone gemeenschappen wonen. Hoe staat u daar zelf tegenover? Hoe denkt u daar zelf tegenover? Of hoe denkt u daar zelf over die zero-tolerance? Een van de thema's die ik vanavond zal ontwikkelen is dat in een stedelijke context, wat enorm belangrijk is, is de reinheid, het feit dat het straatbeeld net blijft en ten tweede ook het veiligheidsgevoel en de veiligheid. Multiculturalisme begint verkeerd te lopen over het algemeen in een stad als daar vragen over staan. Ik heb eigenlijk nog gehoord van iemand in mijn familie een paar maanden geleden dat hij eens geïsoleerd geraakt was in een straat in Kortrijk en omringd was door jongeren die hem afdreigden enzovoort. En dan dacht ik, oh la la la. Dit kan eigenlijk niet. Dus om niet op uw vraag te antwoorden, ik zou zeggen, ik begrijp dat als ik burgemeester zal zijn, zou ik zero-tolerance invoeren op dat moment voor een bepaalde periode. Dus niet ten eeuwige dagen, maar een heel duidelijk signaal geven aan iedereen, zowel aan die jongeren, als aan de ruimere omgeving, de Kortrijkzanen, als aan de ouders, van kijk eens, hier gaan we niet met ons voeten laten leuren. Hier zijn het niet een aantal jongeren, want dat gaat dan altijd over een paar, hè. Die gaan de regels bepalen. Hier zal het stadsbestuur de regels bepalen. En een heel duidelijk signaal, korte periode, maar je moet dan ook toepassen in die korte periode. Dus ik ben daar op zichzelf niet tegen, als een beperkte maatregel in de tijd, met zijn symboliek en ook met zijn effectiviteit. Denkt u dat het probleem ook niet een beetje in de hand gewerkt is? Als u ziet dat sommige steden of gemeenten toch heel veel of de kans aangrijpen om bepaalde allochtone gemeenschappen die niet noodzakelijk, die niet echt combineerbaar zijn, men bij elkaar toch samenplaatsen in buurten. En je ziet dat er daar toch soms concentratie is. Zoeken ze dan het probleem niet op, volgens u? Wie denkt je dan? Want ik heb eerlijk gezegd, ik kom uit Brussel. En er is eigenlijk geen enkele gemeenschap waarvan ik spontaan zal zeggen, plaats die bij elkaar en je gaat, het is onleefbaar. Ik ga je een voorbeeld geven, men zegt soms, Oost-Europeanen en Marokkanen, dat gaat niet samen. Er zijn zeker bepaalde veroordelen, maar na korte tijd gaat dat eventueel wel samen. Dus ik weet niet op welke zaken gealludeerd. Het enige wat ik zie als een mogelijk wrijvingspunt, hè, dat is als men soms wat men noemt gentrification projecten invoert. Dat wil zeggen, als je in een verpauperde buurt plotseling aan heel hoog gekwalificeerde renovatie werkt en je trekt daar dus een hogere of een middenklasse aan in zo'n verpauperde buurt, dan krijg je wel een spanningen. Maar waarschijnlijk denkt je daar niet aan. Dus ik weet niet waaraan je juist denkt. Ik heb het niet zozeer over gemeenschappen, een specifieke gemeenschap, maar ik heb het meer over het algemene idee dat men die bevolkingsgroepen samensteekt in bepaalde concentraties. Het zou het niet beter zijn dat je die ook verdeelt en dat je die op die manier beter laat integreren in de maatschappij, of niet? Ja, maar je mag dat hebben. Dat zijn projecten die je eventueel hebt op papier, zo achter je bureau. Kan dat lukken, maar zo werkt het niet in de realiteit. Je zult zien, hè. En dat is overal in de wereld, dat wanneer mensen komen, dan krijg je een soort netwerkmigratie, een soort networking, een soort kettingmigratie ook. Families die dichter bij elkaar komen, al was het maar omdat ze hun shops ook zoeken. Een moskeetje die daar komt, of een kerkgemeenschap, hè, die daar komt. Je gaat altijd, als bepaalde migratie plaatsvindt, gaat altijd bepaalde mensen hebben die elkaar dichter opzoeken, dichter in mekaars omgeving gaan leven, en dan anderen die dat niet doen, van metafaan niet verkiezen te doen, of kinderen van die vorigen, waarvan sommigen dan ook wegtrekken. Ik denk, de idee van we gaan dat nu eens allemaal goed spreiden, dat lukt enkel op papier. Dus je zult altijd kernen hebben die door elkaar liggen. Ik woon in een straat, hè, in Brussel. Mijn geburen zijn Marokkanen, naast mij Vlamingen, overkant Afrikaan, Vietnamees, Italiaan, Turken. Het gaat heel goed. Ik wil zeggen, wat je wellicht moet vermijden, hè, als je iets kunt vermijden, is dat één groep werkelijk het geheel domineert. In mijn ervaring is dat je een betere situatie hebt als verschillende groepen door elkaar wonen zonder dat één bepaalde groep eigenlijk de toon zet. En als je zo'n echt een meervoudige menging hebt, vind ik dat dat eigenlijk vrij goed meevalt, hoor. Op voorwaarde dat je belet natuurlijk, dan kom ik op je zero-tolerantie en zo terecht. Je moet beletten dat er bepaalde kernen zijn die denken dat zij de straat moeten beheersen. En die eigenlijk iedereen, niet alleen de Vlamingen hoor, maar ook hun eigen groep de duvel aan doen. Dus dat moet je beletten. Oké. Ik wil toch ook nog een keer, omdat dat is nu dat, natuurlijk een beetje beleidsmatig, hoe ga je daarmee om in je stad? In België is de asielwetgeving momenteel op vandaag, hoe dat die wetgeving nu verloopt, 4 ministers die daar zich op de een of andere manier bezighouden met misschien één of meerdere segmenten van die wetgeving. Dat kan toch niet efficiënt werken? Hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Maar dat was een politieke kwestie, hè? Dus voor zover ik er zicht op heb, en ik heb inderdaad toch met een aantal van de ministers gesproken en die ik toch een beetje ken zo, dat is eigenlijk een politieke kwestie geweest. En als ik het goed begrepen heb, zal dat in de volgende regering niet meer gebeuren. Er zijn denk ik in België een paar zaken gedaan geweest die men niet moest doen. 1. Men had, en ik ben daar geen persoonlijke vriend van die directeur, men had een vrij goede directeur van Fedasil. Men heeft die eigenlijk om puur politieke redenen vervangen, zonder dat men een echt valabel alternatief had. Dat moet je al niet doen. Dat is 1. Als je een goede directeur hebt, moet je die laten. Van welke partij je ook mogen zijn of mogen gezien worden. En dat was al een eerste vergissing. 2. Het is inderdaad best dat er 1, maximaal 2 ministers, maximaal zou je dan zeggen, met alles te maken hebben, of 1 te maken heeft met wat migratiebeheersing te maken heeft. En wat valt daar allemaal onder? Dat is asiel, dat is wat doet je met irregulier verblijf, wat doet je met uitwijzingen. Ik zou zeggen, dat moet je bij maximum 2 mensen zetten, als het enigszins kan, met 1 persoon, die dan wel natuurlijk geen solo slim mag spelen. Hè? Hij moet zijn eigen dienstbetoon niet organiseren en bij regularisaties. Dus dat moet op een transparante manier gebeuren. Ik hoop dat men daar naartoe gaat. Wat er nu was in het verleden, is eigenlijk dat een aantal partijen met de regularisaties die er toch moest komen voor ogen, eigenlijk volgens mij electorale berekeningen gemaakt hebben. En dus wilden toezien hoe die regularisaties zouden verlopen. Deze keer is er geen algemene regularisatie in het vooruitzicht. Ik hoop niet dat men zijn verstand gebruikt. En dus 1 minister, maximum 2, verantwoordelijk stelt. En een goede directie organiseert. Wat je bijvoorbeeld ook niet moet doen, is hotels, mensen op hotel gaan zetten. Ten eerste, die hotels trekken al op niet veel, dat is alleen. Maar in de publieke opinie, en ook in de manier waarop dat dan vertolkt wordt in het buitenland, is dat je komt hier in België en er is zelfs een hotelkamer voor u. Ja, dat is crazy, hè? Dat doe je niet. Oké. Ik wil toch afsluiten met een positieve noot. Multiculturaliteit, dat komt steeds meer aan bod in onze samenleving. Wat zie jij als de grote kracht van die multiculturaliteit? Creativiteit. Creativiteit, openheid, verjonging. Vlaanderen beseft niet hoe, en mocht dat nu niet kwalijk nemen, hè, maar je moet eigenlijk in steden komen als New York, je moet in China een keer rondwandelen, je moet dus in een aantal andere, we beseffen onvoldoende hoe wij eigenlijk aan het verouderen zijn. En eigenlijk een oudere, alleen neem dat niet kwalijk, maar eigenlijk bij ons, ik ga mijn boetade zeggen, onze olie zijn de rusthuizen. Ons petroleum zijn de rusthuizen. En hier klopt iets niet. Migratie brengt verjonging, brengt creativiteit binnen. Draait hoe je, hoe je wil hoor. Je moet natuurlijk opletten, je moet ook het OCMW van de wereld niet zijn. Hè. Je moet dus, de stap die we moeten zetten is waarschijnlijk meer het Canadese model tot het onze maken. Dat wil zeggen migratie zo organiseren dat we rekening houden met onze arbeidsmarkt. Dat we rekening houden effectief ook met onze demografie en met onze humanitaire verplichtingen. Het een sluit het andere niet uit. Hè? Dat we daar dus meer... Kijk, we moeten de mensen het gevoel kunnen ontnemen dat zij de migratie ondergaan. Dat zij de indruk hebben dat het allemaal gebeurt over hun hoofden heen en zonder dat men het beheerst. En ik denk dat dat een heel belangrijke stap zal zijn als men daarin slaagt, om dat eigenlijk te zeggen, kijk, migratie, dat heeft onder andere te maken met verjonging, dat heeft te maken met aantrekken van bepaalde professionele groepen ook. Of met bepaalde lacunes ook in onze arbeidsmarkt. Het heeft te maken ook met aantrekken van capaciteiten ook. Als je dat kunt doen en dan eigenlijk ook een consequent erkennings- en voor een stuk uitwijzingsbeleid kunt realiseren, ga je ervaren dat dat eigenlijk een zeer positieve zaak is. Want wat is het alternatief? Het alternatief is eigenlijk niet meer meespelen in de wereld. Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is. Bedankt voor uw interview en nog veel succes met uw lezing vanavond. Dank u wel. Ja. Hoe kun je dat zo organiseren?